Hoi, ik ben Jane en deze week ben ik in het zonnige Italië. En nee, ik ben hier niet op vakantie. Ik ben aan het werk. Dit is namelijk mijn zomerbaantje. Samen met een organisatie genaamd Villa Tent toer ik 5 dagen door Italië om foto's te maken van de vakantielocaties die zij aanbieden. De foto's ging ik maken met mijn nieuwe aanwinst, de Canon EOS 750D. Die stond al erg lang op mijn verlanglijstje. Op zondagavond vlogen we vanaf Schiphol naar Florence en zouden we de dag daarna naar Elba gaan. Vervolgens naar het binnenland van Italië in de provincie Umbria. Daarna naar het Transimeno-meer, San Marino, Pistoia en vervolgens terugvliegen vanaf Florence. Hier wat beelden van de afgelopen week. Dag en ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb even goed uit kunnen rusten, want ik was echt enorm moe. Voordat ik aan dit baantje begon, wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten. Ik dacht, oh, ik ga even chillen naar een weekje Italië, maar het was zwaarder dan ik had gedacht. Ondanks dat ben ik weer echt een fantastische ervaring rijker. Ook ben ik erachter dat ik fotograferen echt heel erg leuk vind. En hier later misschien echt wel in door wil gaan. Dit was een van mijn eerste zomerbaantjes die niet in de horeca was, maar in het werkveld van mijn studie. Heel nuttig en leuk dus, maar ook super spannend. Als je goed zoekt vooraf, hoef je dus niet de simpele studentenbaantjes te doen in de zomer. Doe nieuwe ervaringen op en bouw aan je cv. Daar is de zomervakantie perfect voor. Je hebt genoeg tijd en je hoeft niet naar school. Voor meer informatie over je collegekaart, klik je hier. Abonneren, dat kan hier. Dan wens ik je nog een fijne dag toe en hoop ik je te zien bij de volgende video. Doeg!